Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik mijn favorieten van de maand november met jullie bespreken. Even een andere achtergrond vandaag, omdat het vandaag super erg regent. Het is super bewolkt en grijs. Ik kon niet mijn andere raam gebruiken, dus vandaag ben ik even bij een wat langere grote raam. Dus moest ik eventjes mijn kledingrek gebruiken als achtergrond. Ben je benieuwd welk product ik allemaal leuk heb gevonden in de maand november? Blijf dan vooral kijken. Als eerst ga ik het hebben over een wenkbrauwproduct. En dit is een wenkbrauwproduct van Catrice. Dit is de Catrice Eyebrow Filler Perfecting and Shaping Gel. Ik weet niet welke kleur dit is. Ik probeer te kijken. Maar ik vind natuurlijk mijn wenkbrauwen heel erg belangrijk. Ze moeten er gewoon altijd zo goed mogelijk uitzien als ze kunnen. Maar omdat mijn wenkbrauwen die stoppen eigenlijk ongeveer hier. En dan moet ik altijd een beetje bijtekenen dat het ongeveer netjes tot hier loopt. Alleen het probleem is dat ik hier weinig haar heb. Dan zie ik er heel erg poederig uit. En dat verpest het effect een beetje. En dan vind ik dit product eigenlijk echt super handig. Dit is namelijk een soort van een getinted brow gel, maar het heeft een soort van moesachtige substantie. Het heeft een hele mooie kleur. Wat ik doe is ik breng het eigenlijk sowieso overal aan. Maar het meest benadruk ik bij de gedeeltes waar ik het minst haar heb. En die verft ze nog wat donkerder, waardoor die kleine haartjes nog wat meer gaan opvallen. En waardoor het toch wat beter eruit ziet. Het zorgt ervoor dat mijn kleine bijna niet bestaande haartjes, wenkbrauwhaartjes, toch een kleurtje krijgen. Waardoor het wat beter uitziet. Dus deze van Catrice vind ik echt een aanrader. Dan ga ik het hebben over een lipstick. Ik heb bijna elke maand ook het over een ander lipstick. Maar dit is toch wel echt mijn nieuwe favoriete lipkleur. Tenminste mijn nieuwe favoriete dagelijkse lipkleur. Dit is MAC Whirl. Ik heb het hier ook over gehad in mijn New York shoplog. En toen zei ik ook al dat het gewoon de perfecte kleur was. Ik heb hem nu ook op. Het is gewoon eigenlijk een echte nude wat ik zou dragen. Het is natuurlijk niet een nude nude, want het valt gewoon op. En het is niet een huidskleurig-achtige kleur. Maar dit is voor mij een nude, want ik hou van een donkere vibe eigenlijk. Ik hou van een donkere lipstick. Niet te donker, maar wel dat ze gewoon een kleurtje geeft. Want natuurlijk ben ik heel erg bleek. En als ik ook nog een super huidskleurige nude lipstick opdoe, terwijl ik gewoon normale oogmake-up heb, dan vind ik het zonde. En dan zie ik er gewoon nog bleker uit en nog dooier uit. En ik vind dat dit gewoon wat mooie kleur brengt naar mijn gezicht. Het is een bruine kleur met een roze tint eronder, vind ik. Het is eerder bruin dan roze. Het is exact hetzelfde als de Whirl Lip Liner. Als je die hebt, dan hoef je deze helemaal niet te halen. Ik weet ook niet hoe bereikbaar deze is. Ik hoorde dat deze bijna overal is uitverkocht. Dus ik weet niet hoe het zo is. Maar het is wel een hele mooie kleur. Het is mat, maar het voelt helemaal niet slecht aan. MAC heeft of hele lekker zittende matte lipstick of hele uitdrogende. En dit is gewoon een van de lipsticks die gewoon lekker mat is. Maar wel gewoon heel lekker op je lippen zit. Deze heb ik eigenlijk gewoon sinds ik hem heb bijna elke dag gedragen. Als ik gewoon naar school ga of als ik gewoon ergens even ga lunchen of zo, dan doe ik deze altijd op. Want dit is gewoon mijn nieuwe daily lipstick kleur eigenlijk. Je kan ook zien dat die best wel goed is gebruikt al. En ik denk dat dit echt een lipstick is die bij elke huidskleur heel mooi kan staan. Dus ik vind het echt een hele mooie lipkleur. Ik vind zeker dat je hier een kijkje naar moet nemen. Of als je dit niet kan bemachtigen, de Whirl Lip Liner te halen. Want het is wel een hele mooie en unieke kleur die gewoon prachtig overal bij past. Dus deze van MAC. Dan ga ik het hebben over mijn concealer. Hier heb ik het ook over gehad in mijn New York shoplog en in mijn Get Ready With Me. Dit is de Maybelline Instant Age Rewind Concealer. Zoals je kan zien heb ik al aardig wat gebruikt. Dus dan kan ik wel alvast zeggen dat dit niet lang meegaat. Want zoveel concealer gebruik ik nou ook weer niet. Dus dat is wel een beetje een jammer. En ik vind het sowieso niet leuk als verpakkingen laten zien hoeveel je nog over hebt. Want het maakt me een beetje, ja, unhappy. Maar ik vind het wel een hele goede concealer. Qua dekking is die heel erg goed. En het heeft een hele mooie kleuren. Het heeft heel veel kleuren. Ik heb de kleur Fair. En het is een kleur met wat rozigere ondertoon. Je hebt mij dit ook kunnen zien gebruiken in mijn Get Ready With Me. Mijn ene laatste video. Wat ik zo fijn van deze concealer is niet alleen het feit dat hij mooi dekt. Maar dit sponsje is heel erg fijn. Het voordeel aan zo'n sponsje is dat hij eigenlijk tijdens het aanbrengen je concealer al voor je uitblendt. Het enige wat je moet doen is zorgen dat je eigen huidskleur goed matcht met de concealer. Er gewoon eventjes de randjes goed uit te blenden. En verder is die gewoon perfect. Jammer genoeg is Maybelline Age Rewind Concealer niet verkrijgbaar in Nederland. Maar je kan het wel online kopen op eBay of andere sites. Ik zou het eerder doen bij eBay, want daar is het meest goedkoper altijd dan op sites met heel veel verzendkosten. Ik ga namelijk zeker weten dit nog een keer aanschaffen. Dus echt een topproduct. Dus deze. Dan ga ik het hebben over een pigment. Deze heb ik ook laten zien in mijn New York shoplog. Dit is een travel size pigment van MAC. En dit is de kleur Vanilla. Ik had ook in mijn shoplog gezegd dat mensen zeiden dat het een hele mooie highlighter zou zijn. En bladibla voor je in de corners, onder wenkbrauwbot, bladibla, etc. En ik kan zeggen dat ik er helemaal mee eens ben. Ik heb hierover ook een artikel geschreven. Links ook onder plaatsen naar mijn blog. Dan kan je gelijk het artikel lezen. Ik heb het vandaag ook gebruikt als mijn highlighter. Wanneer je het aanbrengt is het een witte poeder. Maar wanneer je het uitblendt is het een parelmoerglans. Het is eigenlijk alleen maar een parelmoerglans. Je brengt het aan. Het is dan een soort van een witte substantie, witte poeder. En dan blend je het uit en dan is het compleet een parelmoerglans. Verder heeft hij niks. Gewoon compleet parelmoer.
En dat vind ik toch wel echt de mooiste highlighter ooit. Dat zeg ik over elke highlighter. Maar ik ben gewoon een highlighter junkie. Dus ik vind elke highlighter gewoon prachtig. Als je een coole ondertoon hebt. Of als je een coole make-up look wilt gaan gebruiken en doen. Want het is wel echt een hele fijne highlighter daarvoor. Voor je mooie, coole ondertoon huidskleuren. Voor mooie, coole make-up looks zoals grijs en blauw, donkerblauw, lichtblauw. Dan zou dit gewoon een hele mooie highlighter bij zijn. Ik heb het ook bij mijn inner corners aangebracht en onder mijn wenkbrauwbot op mijn neus. En het is gewoon een hele mooie, ja, dewy-achtige highlighter. Ik vind hem echt heel mooi. En je kan gewoon travel size kopen, want ze gaan super lang mee, pigmenten van MAC. En die kost maar 10 euro, dus dan kan je het zeker wel halen. Je kan de travel size pigmenten kan je online bestellen. Voor zover ik het weet, nog niet in de winkel in Nederland. Maar dat weet ik niet helemaal zeker hoor. Kan zo zijn dat hij gewoon travel size verkrijgbaar is. Misschien bij de MAC Pro Store of zo. Dus dit pigment van MAC vind ik echt een hele mooie highlighter. En dan weer de laatste item. En dit is van Milani. Dit is de Milani Baked Blush in de kleur Luminoso. Hier heb ik het ook over gehad in mijn New York Shop blog. Ik vind blushes gewoon niet zo boeiend. Ik ben meer een highlighter bronzer persoon. Maar ik moet toch wel zeggen dat dit wel echt een absurd mooie blush is. Ik heb hem nu ook op. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar dit is echt de mooiste blush ooit. Hier heb ik ook een artikel over geschreven. Iedereen had het erover, dus ik moest hem uitproberen. En ik vind het de hype waard. Ik vind het een hele mooie kleur. Ik zou het beschrijven als een hele mooie luminescent peachy kleur. Het heeft een sheen, het heeft een hele mooie glans. Het geeft je een beetje een glow, maar heel, heel subtiel. Dus voor de mensen die niet echt fan zijn van een highlighter, maar wel van blushes, dan zou ik deze aanraden, want dat is gewoon een super mooi product. Dus deze. En dat waren alweer alle favorieten van de maand november. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik wil je enorm bedanken voor het kijken. Waardeer het super erg. Als je een leuke video vond, vergeet niet een duimpje omhoog te doen, want dat waardeer ik enorm. En dan zie ik je volgende keer weer. Doei, doei!